Een plugin waar je op verschillende items kunt gaan zitten, zoals sters, tapijten, slaps en zelfs spelers zijn hoofden. Deze plugin, die kan dit. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgian Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de plugin Ultimate Chess. Ultimate Chairs laat je toe om heel makkelijk op verschillende blokken te gaan zitten. Zoals bijvoorbeeld de treden in Minecraft of slaps of tapijt kan je allemaal instellen in deze plugin zodat je daarop kunt gaan zitten. Je haalt deze plugin af met de eerste link hieronder in de beschrijving en je kan spelen van versie 1.8 tot versie 1.16. Zoveel. Ikzelf speel vandaag in versie 1.16.1. En als we terecht in komen op de server, dan kun je op deze al deze verschillende items gaan zitten. Natuurlijk kan je als eerste op de treden gaan zitten met heel simpel rechtermuisknop. Dan zit je op jouw stoeltje. En dat kan op al de verschillende stoelen of al de verschillende treden in Minecraft. Nu, je kan ook instellen dat er bordjes langs moeten staan. Ja of nee? Nu staat dat namelijk uit. Je kan instellen met World Guard dat deze items niet mogen gebruikt worden. En je kan zelfs instellen wat voor potion-effect spelers moeten krijgen als ze op een stoel zitten. Kan je aan- of uitzetten? Laat ik jullie zeggen. We zien in de config file. Hiermee kan je dus eigenlijk bepalen dat als mensen rusten op een stoel, dat ze dus ook regeneratie krijgen voor een drietal seconden, zodat ze hartjes bijkrijgen. Maar, natuurlijk, deze verschillende sters is niet het enige. Je kan ook op slaps zitten. Oh, dat is op tapijt, gaat ook namelijk. Dus we gaan even over naar tapijt. Dus je kan dus ook op tapijt zitten, wat ik eigenlijk wel best chic vind, dat je zelfs gewoon op tapijt kunt zitten. Dus dat is wel een hele leuke. En je kan ook natuurlijk op eh, op E. Op slaps gaan zitten. Dus op platen kan je ook gaan zitten. En dan kan je lekker gezellig op die plaat gaan zitten. En dat kan je dus ook weer uit of aanzetten als het namelijk mag. En het uh, hele speciale is eigenlijk als volgende. Je kan ook op uh, spelerhoofden zitten. Ik zou niet weten wanneer en waarom je het zou doen. Maar je kan het. Je kan dus op een spelers hoofd gaan zitten. E eigenlijk op alle mobs hoofden. Nu je vraagt je misschien af, Jens, ik wil niet zomaar dat mensen erop kunnen gaan zitten. Ja, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk om aan te passen. Als je ja, bepaalde plugins hebt, zoals Wildguard, dan kan je een bepaald gebied gaan genereren en daar een bepaalde vlag gaan zetten. De vlag die je kunt zetten is de Allow of de Allow Share Sitting. Die kan je namelijk op true of false zetten. Op hun website staat er meer uitleg bij. Dus heb je Wildguard, is een support voor. Deze vlag moet je dan namelijk zetten. Heb je Residence plugin? Dan kan je blijkbaar iets aan en uitzet. Ik ken de residents niet, dus kan ik je niet zeggen. Grief prevention, dat betekent dat ze eigenlijk een, een, in een bepaald gebied daar wel mogen van gebruik maken. En je kan zelfs plots kwijt gaan gebruiken, versie 4 en versie 5, om dit actief of niet actief te maken. En natuurlijk permissies zijn ook vrij belangrijk. Zelfs ga ik jullie ook de config file laten zien, zodat je alles kunt aanpassen. Maar permissies zijn natuurlijk ook belangrijk. Natuurlijk als je het wel degelijk mocht gebruiken. Als je het eventueel actief of non-actief wilt maken... En dat kan je namelijk met het share-commando. Als ik share ga typen, dan is het uitgeschakeld. En dat betekent eigenlijk dat ik daar ook niet op kan klikken. Kan dit trouwens standaard opzetten dat spelers dit commando moeten gebruiken voordat ze namelijk hierop kunnen gaan zitten? Dus als ik rechtermessen op heb geklikt, dan. Of ja, je moet natuurlijk eerst het commando uitvoeren voordat je het kan activeren. En zo kan je dat dus actief maken. En dan heb je ook nog effects voor effects te krijgen en te herladen van de plugin. Nu, dat is eigenlijk alles van de plugin in Minecraft zelf. En er is eigenlijk best nog veel wat je kunt aanpassen in de config file. Van ja, welke blokken mag men nemen, van waar we op welk gebied. Maar ook van verschillende paar andere instellingen zoals deze spelerhoofden enzovoort enzovoort. In de plugins folder vinden we hier Ultimate Shares. En als we deze gaan opendoen dan krijgen we de config file van Ultimate Shares. Yes. En hier kunnen we verschillende dingetjes gaan aanpassen. Als eerste kun je gaan aanpassen wat er natuurlijk gebeurt. ...gebruikt mag worden. Nu, dat zijn alleen maar deze vier verschillende soorten... ...die hier al standaard staan. Die kan je alleen maar actief zetten. Je kan ook zetten van welke wereld het niet mag. Je kan ook zeggen van als er, uh, er potion-effects moeten gebeuren... ...als men op een stoel zit. Welke potion moet er gaan komen, kan je erbij zetten. Vanaf na welke tijd moet het effect komen, kan je ook opzetten. Moet als je, op een, uh, als je hierachter, dus als je op een van deze stoelen wilt gaan zitten... ...moeten daar bordjes lang staan, voordat je dit mag gebruiken... Dat kan je ook hier aan of uitzetten. Je kan hier ook zeggen van dat uh, bij onder het tapijt dat er namelijk een fence moet staan. Kan je ook opzetten. Realistic interaction, dat houdt er eigenlijk van... Uh, dat houdt eigenlijk in dat een stoel korbij genoeg moet zijn en op grondniveau voordat men daarin kan gaan zitten. Dus dat is namelijk dat. Um, kan men gaan zitten wanneer men iets vast heeft in een hand. Kijk de permissies na, dat is namelijk dat. Um, dit gaat ervoor gaan zorgen dat je default het commando share moet typen voordat je op een stoel kunt gaan zitten, dat dat standaard uitstaat. En dan heb je alle plugins die actief of non-actief staan, zoals wild Guard support enzovoort enzoverder. Natuurlijk voor updates nakijken moet er iets in de actionbar komen en dan ook alle titels kan je veranderen en dit moet je natuurlijk van blijven. Dus alle teksten kan je hier ook nog veranderen. En dat is eigenlijk alles van deze plugin. Het is een hele poepsimpele plugin die je gewoon makkelijk toelaat om heel eenvoudig te kunnen gaan zetten op, op verschillende items. Dus dat is wel heel handig. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Geef dan dat duimpje mocht te doen. Raak een keer dat abonneer knopje aan. En vergeet zeker vast niet dat belletje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer er video's aankomen. aankomen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!